Jij bent bang voor ziekenhuizen. Ja. Nou, wij gaan jou nou koppelen aan iets heel lekkers. Hey Jolante. Hallo. Najib. Hi. Najib. Iets heel lekkers. Ja. Nou, kom even richting ziekenhuis. Blijf kijken naar het ziekenhuis. Als jij nou begint met zijn nek. Ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, er gaan meer mensen dood in een ziekenhuis dan ergens anders. Dat komt omdat in ziekenhuizen heb je namelijk dat artsen te overwerkt zijn. Nee. En vaak dronken. En zusters zijn vaak lesbisch. Het eten is vaak bedorven in een ziekenhuis. Bacteriën die overleven in een ziekenhuis. Dan heb je ook nog van die thermometers die heel koud zijn. Die doen ze altijd heel hard. Maar dat is lekker. Ja, goed dat je stopt. Waarom stop je? Nou ja, we hebben haar strikte opdracht gegeven dat ze alleen dingen doet zolang jij naar het ziekenhuis blijft kijken. Want ik kijk. Moeten... Ja? Ik kijk naar het ziekenhuis. Ik zie alleen maar ziekenhuis. Kost dan maar. Hè? Zo, nou. Ziekenhuis. Nee. Kijk eens, dat gaat goed, hè? Ja. Hè? Wil je een biertje erbij? Ja, lekker. Een biertje voor mij. Ja. Ja. Dit is echt goed. Dit is echt het mooiste ziekenhuis wat ooit op mij... Wat ik, ooit, het is echt een heel goed ziekenhuis, hoor. Ja? Weet je wie nog meer gelegen heeft? Nee. Niels Brink. Maar die is dood. Jos Brink is toch dood? Jos Brink? Ja, nou, dankjewel Jolante. Jongen, jongen. Kunnen we weer op nul beginnen voortaan? Dan denkt hij bij roken, drinken en lekkere wijven aan Jos Brink. Dag Jolante.